Goedemorgen jongens. 9:50, 23 februari 2021. Dinsdag, 23 februari. 9:50. Dinsdags, woensdags, donderdags, vrijdags, zaterdags zijn wij open. Zondag is dicht, is iedereen dicht. Maandag zijn wij altijd dicht. Zaterdag werken we een halve dag. Kleine klusjes wat we moeten doen, maken we klaar. Wat dingen die nog gedaan moeten worden. Spreek ik altijd met de mensen op zaterdag af. Kan zijn dat ik iets niet goed heb gedaan, misschien iets niet goed voor de klant. En die zegt iets aan, dit moet nog een keer aangeduid worden of wat dan ook, weet ik niet. Daar gebruik ik zaterdag voor. Dan werken we een halve dag gaan we schoonmaken. Ik ga je laten zien hoe dinsdag eruit ziet voor mij. Dus dinsdag is voor mij het begin van de week. Maar als ik binnenkom, hoe dinsdag eruit ziet. Dit is de meest heilige apparaat die wij hier in bij 2 Wieners Noord hebben. Ik denk dat die misschien wel 5 miljoen bekers koffie weg heb gewerkt hier bij mij. Iedereen denkt bij mij koffie hier. Iedereen is bij mij welkom. Geld hebben we niet, maar alles wat we hebben, delen we. Eten, drinken, alles gaan we met je delen. Dus maar dit is het meest heilige apparaat die wij hier hebben. We houden dit apparaat. Schuim maar een keer die kant op. Buiten hebben we motoren staan, spullen staan. Ik ga je laten zien hoe dinsdags mijn werkplaats eruit ziet. Loop maar mee. Zo ziet dinsdag de werkplaats eruit. Ik kom 's ochtends dinsdag binnen. Dat is voor mij het begin van de week. De winkel is helemaal klaargemaakt, helemaal schoon. De zaterdag hebben we hard gewerkt, hebben we gedwijld, hebben we geboend. Doen we elke dag schoonmaken de werkplaats, maar niet zoals zaterdag. Dan gaan we alles, de wc's doen, alles doen we gewoon. Kijk, zo ziet de werkplaats eruit. De motoren klaarleggen voor na het weekend dat we kunnen werken. We hebben hier een KTM, een kanon, de koning van de weg. Hebben we hier staan, al klaarleggen. Daar gaan we vandaag wat mee doen. We hebben hier staan een splinternieuw Vespa die we klaar moeten maken. We hebben hier een invalide voertuig, we doen een MP3, waar de rollok zeg maar niet goed is. We hebben daar eentje die piept. Dus wat doen we zaterdag als we helemaal uitgedweild zijn en we hebben alles schoongemaakt, we hebben alles in orde gemaakt, doen we alles klaarleggen. Voor na het weekend, als je binnenkomt in het weekend, dat je gewoon fris kan werken. Alles is klaar, alles opgeruimd, alles is netjes. En dan actie, dan gaan we weer keihard de week tegenaan. De bestellingen komen vandaag binnen, doe ik. Heel vaak doe ik bestellingen thuis, zit ik gewoon thuis in het weekend. Ga ik bestellingen doen, kijken, spullen wat ik nog klaar moet maken. Bestellen, in orde maken. Dat is, zo ziet dinsdag voor ons uit. En als je zaterdag binnenkomt lopen, ziet het eigenlijk nog steeds zo schoon uit, nog steeds zo mooi. Als je kijkt met mij, dat is mijn werk, dit is ook iets over mij. Allemaal netjes. Remmetjes, allemaal keurig. Pakkingjes, allemaal netjes. Kabeltjes, allemaal netjes. Kom hier. Snaartjes. Ja, dit zijn, die zijn verkocht, die komen vandaag weer binnen. Oliefiltertjes, allemaal netjes. Koppelingsplaten. Het is zeg maar bij mij hier wel aardig geordend, zeg maar. Allemaal netjes, zeg maar. Het is keurig. Als je hier kijkt, dan zie je de hele remmerij, de hele boel zie je daar zo. Het is gewoon allemaal keurig, netjes hier bij ons, zeg maar. Dat zegt ook iets over iemand. Als je in een bedrijf binnenkomt, je komt in een bedrijf, je ziet het is gewoon een teringzooi daar. Dan moet je weten dat zijn werk ook teringzooi is. Gewoon rotzooi. Sorry voor deze vieze woorden, want kleine kinderen kijken mijn filmpjes ook. Excuus daarvoor. Rommelig. Als je bij iemand komt, zijn werk is netjes. Werkplaats is mooi, werkplaats is netjes, gereedschapkaarten zijn allemaal in orde, alles is mooi gemaakt. Ik was hier vanochtend denk ik om 7 uur, papierwerk gedaan, bestellingen gedaan, ik heb schade dingen staan, schade scooters, schade motoren heb ik staan, allemaal in orde gemaakt. Wat ik moest bestellen, heb ik besteld voor de scooters en de motoren en nou gaan we lekker rustig aan het werk. Zo gaan we ontbijten. Dus jongens, dit was hem weer voor vandaag. Ik wou jullie laten zien voor de mensen die me altijd volgen, die altijd met mij zijn. Hoe het eruit ziet hier, weet je. Ik vind het fijn, dat weet jullie ook. Maar de meeste mensen weten wie ik ben. We hebben geen geheime agenda's. Wij zijn niet verborgen. Issa is Issa. Als ik een fout maak, durf ik mijn excuus aan te bieden. Als ik een fout maak, zeg ik, ik heb een fout gemaakt, we ontkennen niks. Daar gaat meestal de fout. Niet je fout toegeven, dat is een fout. Dus jongens, we gaan jullie verlaten. We gaan weer lekker aan het werk. Dus jongens, salam alaikum. Ayus.